Het was Tina Nijkamp, de voormalig zenderbaas van SBS6, een doorn in het oog dat de gezichten van Hallens Godtalent vorig jaar tijdens de opnamedagen wisselende outfits droegen. Daardoor waren ze per auditieaflevering vaak in wisselende setjes te zien, waardoor het er allemaal wel heel gemonteerd uitzag. Tina sprak destijds haar verbazing uit over het productieteam van het programma. Waarom zeggen zij niet tegen de jury en presentator AUB elke opnamedag dezelfde kleding aan? Dit zodat het makkelijk te monteren is. Nu wel heel veel, felle kleurwissels per uitzending. Als de juryleden op alle opnamedagen hetzelfde aantrekken, heb je dat probleem niet, legde Tina toen uit. Door dezelfde kleding lijkt elke uitzending op één dag opgenomen. Het is ook de enige talentenjacht die dit doet. De opnames van het nieuwe seizoen van Hallens God Talent zijn afgelopen weekend begonnen. Daarover schreef Tina op haar analysekanaal: Hopelijk hebben de juryleden dit jaar wel elke opnamedag dezelfde kleding aan. Zodat in de montage je ze niet steeds van kleding ziet wisselen. Even later, update: Uit verschillende DM's blijkt dat juryleden dit jaar wel elke opnamedag dezelfde kleding aan zullen doen. Finally, gevouwen handen. Een nadeel van het dragen van dezelfde kleding is dat er na verloop van tijd zweetlucht kan ontstaan in de outfits van Chantal en haar collega's. De setjes kunnen natuurlijk tussentijds gestoomd worden, maar het dragen van okselpads is ook een mogelijkheid. Dit is een soort maandverband, maar dan voor je oksels.